Drie grafische kunstenaars hebben in het souterrain en het achterhuis van een pand aan de Amsterdamse Herengracht onder de naam Het Drukhuis een verzameling historische drukpersen en gereedschappen bijeengebracht met het doel de boekdrukkunst als handwerk te beoefenen. Eén van de drie drukt hier prenten op een handcilinderpers. Met zijn collega's is hij van mening dat deze materialen, die mede bepalend zijn geweest voor onze cultuurhistorie, niet verloren mogen gaan. Bovendien vinden alle drie de handdrukkunst de meest geschikte uitingsmogelijkheid voor hun creativiteit. Geregeld exposeren ze hier hun werkstukken. Maar bezoekers kunnen zich onder deskundige leiding in het typografisch vak bekwamen, onder meer met behulp van een Z-haak met loden letters of met de veel grotere houten zogenaamde biljetletters. Behalve de handcilinderpers staat in het drukhuis ook een trapdegelpers die vrijwel uitsluitend gebruikt wordt voor het kleinere drukwerk. Op het moment dat de degel vrij is van de vorm, wordt deze van inkt voorzien. Het drukhuis, dat graag meer oude drukpersen zou willen ontvangen, stelt zijn expositieruimte ook voor andere kunstzinnige doeleinden beschikbaar. Het ligt onder andere in de bedoeling bij voldoende belangstelling drukmiddagen voor kinderen te houden.